Goedemorgen iedereen, super dat jullie kijken naar deze gloednieuwe vlog. Mijn naam is Loran en vandaag is het de start van het openingsweekend. Let's go, het is de Omroep Het Nieuwsblad. Ik heb vandaag uitgeslapen, het is al redelijk laat en ze zijn zelfs al vertrokken, nu net. En dat was in Gent, ik was helemaal vergeten dat dat in Gent was. Ik dacht gewoon, let's go, Omroep Het Nieuwsblad. En blijkbaar was dus de start in Gent en ik was dat vergeten. Anders was ik misschien langs geweest dat er zeiden, fijn dat jullie er zijn, vergeet zeker niet even te liken, vergeet zeker niet even te abonneren. We gaan vandaag een leuke dag hebben. Ja, ik ga nog even gaan lopen vandaag. Morgen weer een 30 kilometer dure loop, dus ook wat rusten en zo. Maar vandaag ga ik naar Nolwenn gaan en ga ik naar de koers kijken en zo. Want het is Omroep Het fucking Nieuwsblad. Let's go. Let's go, even ontbijten. Oh, je bent zo schattig. Je bent een lieve katje, hè? Oh. Ik heb ondertussen alles samengeraapt. Dit hier. En ja, ik zie er niet uit. Je hoort het toen misschien ook een beetje aan mijn stem. Ik voel me wel uitgerust, want ik heb wel goed geslapen. Ik heb echt lang geslapen, lang in mijn bed gelegen. Maar ik heb wel zo'n beetje nog keelpijn en neuspijn. Dus vandaag moet ik een half uurtje loslopen. Normaal moest ik gisteren een intervaltraining doen die ik dan vandaag zou doen. En dan morgen mijn duurloop. En dan niet rustig lopen. Maar ik denk dat het beter is dat ik vandaag gewoon rustig ga lopen. En dan morgen mijn duurloop doe. Dat ik niet te veel nog extra intensiteit in mijn lichaam breng. En mij meer vermoeid maak dan het nodig is. Dus ik denk dat ik dat ga doen. En dan ga ik nu naar Londen vertrekken. Ik heb alles mee. Dus leuk. Naar mijn liefje. Oh. Maar ik vind Toulouse zo leuk, ik hou echt van katjes. Guys, ik ben naar Nolwenn en daar is een Maserati. Sorry, maar dan koop je een Maserati en dan is dat zo'n lelijke kleur. En zo'n lelijke Maserati. Wat is die achterkant? Goed te combineren. Vandaag, dag van de omloop. En zoals jullie zien, geen petje. Goed start van het verhaal, want ik ben alles vergeten thuis. Eerst mijn petje, gelukkig had ik nog deze haarband bij Nolwenn liggen. Anders ging mijn haar echt nog neiger in mijn ogen zitten. Ik zeg het u, mijn verkoudheid is echt nergens goed voor. Morgen moet ik ook 3 uur gaan lopen. Ik heb daar nog een probleem mee, want ik heb geen hartslagband mee. Dus alles zal op gevoel te doen zijn. En dan heb ik nog een probleem, want ik ben de lader vergeten van mijn Garmin. En mijn Garmin, dat moest nu geen probleem zijn, moest die vol zijn. Maar die is 30%. En ik moet nu een half uur lopen en morgen 3 uur. Dus dat is wel vervelend. Maar goed. Nu even een half uur lopen. Vandaag waren het ook, was het de Omroep Het Nieuwsblad. De allereerste voorjaarklassieker. Fucking nice, want ik hou echt van koers. Nice dat dat eindelijk begonnen is. Het ding is wel, Omroep Het Nieuwsblad en Kuurne, dat ligt zo'n beetje raar. Omdat hierna heb je zo Tireno, Paris-Nice en zo. En met sommigen gaan nog op hoogtestage zoals de Woud. Dus dan is dat zo niet zo super accuraat om zo of als punt te leggen richting zo de Ronde van Vlaanderen en zo. Zo'n referentiepunt. Allee, je weet wel wie goed begonnen is en zo. Die lijn kan doortrekken, maar je weet toch niet wie er zo dat extra procentje over die komende paar weken nog gaat krijgen. Of die nog niet echt gemikt heeft op nu, maar over een maandje. Dat is altijd wel spannend. Maar heel mooie koersen zien vandaag. Super onverwacht. Zo ja, ze werkten niet echt super goed samen vooraan. Ja, alles kwam hier samen. En dan trapte ik die weg gereden. Dat vond ik wel knap. Dus Jumbo die weer gewonnen heeft. Crazy. Ze waren altijd ergens aanwezig. Heel goed gereden. Ja, dat is natuurlijk als je met zo'n sterk blok aan de start komt. In Gran Camino. Dat is zo'n wedstrijd in Spanje. Heeft Jonas Vingegaard weer al gewonnen. Tweede overwinning nu al op 2 dagen. En bij de vrouwen in het omloop heeft Marianne Vos net gewonnen. Ook crazy. Vandaag staat er voor mij gewoon rustige recovery op het programma. Maar ik ga nog zien hoe ik me morgen voel. Of dat ik de volledige 30 ga doen. Of dat ik iets minder ga doen. Want het is niet de bedoeling dat ik zo ziek blijf, snapte. Dus zo zie ik morgen gewoon een half uurtje minder, dus 25 kilometer of zo. Dan kan ik maar beter goed uitrusten. En dan misschien volgende week, na de wedstrijd van de halve marathon, nog wat kilometertjes maken. Ik wil ook even iets zeggen over de vlogs. Ik weet het, er zijn mensen die de praatvideo's nice vinden. Maar ik vind dat zelf niet zo super nice. Maar ik ga niet stoppen met dagelijks vloggen. Want ik ben nu zo goed bezig, ik heb dat zo lang volgehouden. Dus ik ga dat doorknallen.
En ik denk gewoon oprecht, als ik nu even doorpush, dat ik tegen de zomervakantie, want gelijk voor de zomervakantie, dat ging supergoed. Dat was gewoon filmen, editen, sporten, een beetje vakantiejob doen. En dat was mijn leven letterlijk. Dus dat was zo nice. Dus ik ga dat nu ook gewoon proberen. En dan misschien in de zomervakantie zo wat, misschien meer websites maken, maar als freelance. Of als student of whatever, maar gewoon dat ik van thuis kan werken. Dat ik niet een 9-to-5 naar bureau zou moeten voor een maand, want dan is dat weer een maand weg. Maar dat ik eerder op mezelf zo, dat ik content kan maken, mijn content kan fixen. En dan daarna als extra inkomstenbron, zeg maar, dat ik dan websites maak of apps maak of whatever. Dus dat ik dat ga doen. Dus dat lijkt me wel nice. Ik denk dat ik dat van plan ben. Maar over de zomer, gelijk dat ik zei, ik denk oprecht dat als ik in de zomer kom en ik ben nog steeds aan dagelijks vloggen, ik denk echt oprecht dat met de ervaring die ik nu al heb gehad, dat ik misschien niet de beste content ga kunnen maken, maar toch echt wel hele mooie docu's ga kunnen maken. Toch minimum 2 keer per week. Echt een goede aflevering doen en dan de rest zo day in the lives of zo daar rond. Want op zich, day in the lives, de video's die ik nu maak, is niet zo moeilijk om te editen. Dan neemt wel wat tijd in beslag. Maar zo echt een keer, ik wil echt zo een keer goede afleveringen maken. Maar nu, ik heb daar gewoon letterlijk geen tijd voor. Wat dat wel helpt, is vanaf vandaag eigenlijk, deze vlog, dus zaterdag vandaag, deze beelden ga ik doorsturen naar Oberon. En Oberon gaat de vlogs editen. Tuurlijk, ik betaal die ook. Maar dat is niet zo superveel. Dat is echt een heel laag bedrag. Maar legendary dat hij dat wil doen. En voor hem ook. En ook voor mij. Hoe meer views dat de vlog pakken, hoe meer dat de vlogs verdienen, hoe meer dat hij verdient. Dus ik hoop dat mijn vlogs uiteindelijk wel, ook dan voor de editor, want die steekt daar dan ook veel tijd in Oberon, dat dat voor hem ook wat beter gaat kunnen verdienen. En ook voor mezelf wil ik gewoon echt een keer zo een paar goede afleveringen maken om ook onder andere aan mezelf te laten zien van ik kan echt goede content maken over bepaalde dingen en ik kan echt goede filmpjes maken. En als ik dan nu van 7 dagen per week editen naar 5 dagen per week editen kan gaan, kan ik zo die andere dagen gebruiken om misschien zo dat tikkeltje meer in mijn eigen edits te steken of een tikkeltje meer een specialere vlog / video maken, dat ook super nice is. Dus dat ga ik echt wel proberen. Maar ik denk eerlijk gezegd dat dat eerder gaat zijn voor na mijn stage en dat nu even nog 8 weken denk ik, dus 2 maanden. Iets meer, want er zit nog een paasvakantie tussen, 2 maanden en 1 week of zo. 9 weken nog. Maar op zich, paasvakantie is ook weer goed voor content. Dat ik nu gewoon even heel goed kan werken. En ik denk wel dat ik nog nice video's ga maken. Volgende week zaterdag naar Runners Lab. Daar ga ik een voetanalyse doen. En ik ga daar ook filmen. Dus dat wordt heel interessant voor jullie. Dan de zondag, de dag daarna, loop ik een halve marathonwedstrijd in trail in Gentbrugge. Dat gebeurt allemaal tijdens mijn stage nog. Dan de 24e maart loop ik dus de marathon van Gent. En dan hoop ik misschien nog de 10 miles te lopen in april. Dat ik er vanaf hoe goed dat ik recupereer van het marathon. En dat ik al wat door kan trekken en hopelijk geen blessures krijg. Ik hoop gewoon echt dat ik zo nog wat nicere vlogs kan maken. En dan als mijn... Ik moet nu ook wel denken over mijn bachelorproef. Dus als ik mijn stage heb gedaan en ik heb alleen nog maar mijn bachelorproef, dat wil dan zeggen dat ik voor een periode van 7 weken, dus na mijn stage tot het einde van dit schooljaar, tot als ik afstudeer, heb ik denk ik nog 7 lesweken, waarin dat ik telkens op de dinsdag namiddag naar school moet en voor de rest ben ik helemaal vrij. Dus dat gaat wel nice zijn, want dan kan ik zo gewoon een keer naar Gent gaan en zo wat aesthetic video's maken van student of zo, I don't know. Dus dat wil ik wel echt graag doen. Ik hoop jullie dan in mee te nemen van stage en bachelor, hoe dat is geweest voor mij. Ik ga ook wel proberen om meer te filmen op de dagen van mijn stage, want
met zo'n voice-overs, want dat lijkt me ook wel leuk. Ah ja, dat is een beetje. Nu nog één rondje lopen en dan richting huis vertrekken. Vandaag ga ik mijn camera oppakken en gewoon andere dingen ook. Ik word wakker met zo stijve armen. Jongens toch. En gisteren was ik dus voor het eerst gaan zwemmen. Ik voelde mij zo slap in het zwembad. Ik merk echt dat ik maanden niet meer in het zwembad ben geweest. Dat gaat ook pittig zijn om dat weer op te pakken, maar ik ben een triatleet, ik moet niet klagen. Ik heb wel het gevoel, eerlijk gezegd, dat ik de laatste tijd in de vlogs veel klaag. Of misschien overkom van, ik ben moe, ik zwaai dit dat. Maar uiteindelijk ben ik de persoon die het mezelf aandoet. Of ja, aandoen. Ik hou van lopen en ik vind het echt nice. Dus op zich doe ik me niks echt aan. Buiten het vloggen dan. Alhoewel, ik vind dat ook wel leuk dus. Ik bedoel het niet als klagend. Ik bedoel het gewoon van informatief of zo. Eerder van, ik heb het wel effectief druk. En ik moet wel effectief veel werken. Maar, iets wat ik wel heb geleerd, is dat ik oprecht niet snap hoe dat die TikTok-influencers zeggen dat die een lastig leven hebben. Want oprecht, ik denk, als die zouden moeten doen wat ik doe, dat die dat helemaal niet zouden kunnen. Ik zie mensen gewoon alleen op TikTok posten, af en toe op YouTube, campagnes doen. Die moeten natuurlijk een bedrijf runnen. Die moeten natuurlijk een belasting aangeven en zo, die dingen. Misschien, waarschijnlijk hebben die daar mensen voor. Meetings en whatever. Maar dat ik zo denk van, je hebt echt geen zwaar leven. Ik denk gewoon van, stel nu ik doe dit als job, dan tuurlijk, ik moet elke dag vloggen, maar ik zou dit liever doen dan voor de rest van mijn leven 9 to 5 aan een kantoor moeten werken. Daarom ook dat ik zo in mijn hoofd zit van een softwarebedrijf te starten. Want ook al werk ik daar vaker voor, ik heb het gevoel dat ik daar meer voldoening uit zou halen. Dat dat meer impact zou hebben ofzo. Dan gewoon in een bedrijf. Elke dag naar je werk te gaan, 9 to 5. Sporten, slapen, weer naar je 9 to 5. Maar op zich, voor sommige mensen is dat niet erg. Hè? Sommige mensen doen dat heel graag. Maar voor mij, ik wil gewoon heel, heel graag werken. En heel hard werken voor iets te behalen waar ik zelf, voor mij persoonlijk, meer voldoening uit zou halen. En dat wil niet zeggen dat ik zo ben van 9 to 5, fuck ja, stop met school. Start je eigen online business. Dat vind ik de grootste bullshit ooit. Ik vind het gewoon belangrijk. Doe iets wat je zelf leuk vindt. Ga naar school, studeer. Je leert op school. Ook al lijkt dat misschien niet zo voor mensen in het middelbaar of lijkt dat niet stoer. In het middelbaar of in school of whatever, leert je zoveel meer dan studeren. Leert je zoveel meer dan je leerstof. Je leert een netwerk uitbouwen. Je leert andere dingen kennen. Je leert vrienden maken. Je leert je leerstof. Je leert hoe het er echt aan toe gaat in de bedrijfswereld. Met je stage en zo. Als je... Natuurlijk, er zijn ook mensen die stoppen met school en een succesvol bedrijf halen. Maar dat is de minderheid. School is nog altijd gewoon heel belangrijk voor een zekerheid hebben. Een basis. De kans als je stopt met studeren om heel rijk te worden, is gewoon zo klein. Of gewoon zelfs om ervan te kunnen leven, is gewoon zo klein. Ga gewoon naar school, je leert daar heel veel skills. Er zal wel iets zijn wat je ligt. En tenslotte, studeren tot je 24, 25 zelfs, is niet het einde van de wereld. Hè. Je hebt daarna nog zoveel tijd. En vanaf dat je gaat beginnen werken, gaat je ook nog altijd dingen kunnen doen om een eigen bedrijfje te starten daar rond. En als dat beter gaat dan je werk, kun je nog altijd daar fulltime voor gaan. Maar studeren is nog altijd een goede optie. Dus steek dat in jullie mind. Om tot de conclusie te komen, ik wil gewoon heel graag mijn eigen bedrijf, mijn eigen kindje, dat ik zie opgroeien, daar gewoon helemaal voor gaan. En daarom is het vloggen ook zo leuk. Dat is iets van mezelf. Iets waarin dat ik impact kan maken, denk ik. Hoop ik. Als je door mij een vlog zal zijn, ga lopen of ga sporten of je krijgt motivatie, laat even weten in de comments, stuur mij een DM.
dat geeft mij motivatie om verder te gaan. Dat geeft mij voldoening. Voilà, 5,21 kilometer aan 5 minuten 50 de kilometer. Goeie workout, goed half uurtje rustig. Morgen 3 uur. Even vragen op mijn Strava wie een Garmin-lader heeft, want die ben ik vergeten. Zo, ik ga de beelden doorsturen naar de editor. Fijn dat jullie hebben gekeken naar de vlog. Morgen ben ik er sowieso bij gloednieuw om 6 uur. En zoals ik altijd zeg, ciao. Kus.